Een bijzondere knoop vandaag. Eentje waar je even voor gaat zitten. Ik heb hem van Patrick Novotny. N-O-V-O-T-Y. Zoek hem maar eens op. Hij heeft nog best veel andere leuke knopen waar je even voor gaat zitten. We beginnen met de brede zijde aan je linkerkant. Stel hem meteen goed af op de locatie waar je hem wilt hebben. Dus ik heb net bij mijn navel zo ongeveer. Maar je kan hem een heel klein beetje nog aantrekken. Zodat hij boven mijn riem uitkomt. Ik begin met de dunne zijde. Die sla je over de linkerkant. Vervolgens ga je midden door. En haal je hem naar rechts toe. Zodat je je eerste driehoek krijgt. Ga je achterlangs. Ga je voorlangs. En vervolgens haal je hem midden door. Wat je nou doet is, je gaat heel voorzichtig zorgen ervoor dat je al een kleine opening krijgt hier. Zo. En vervolgens ga je hier achterlangs. En haal je hem hier door deze lus heen. En deze gooi ik even zo naar achteren. Goed. Nu ga je hem rustig aan aantrekken. Aan alle locaties. Ja. En dan ga je met deze laatste slag, ga je nog één keer door deze lus heen. Het overgebleven stukje verberg je achter je kraag. Wat je kan doen is dat je eventueel iets met een speld regelt, zodat je blijft zitten. Want in dit geval heb ik een vrij lange das. Dan moet die gewoon goed verborgen zijn, maar ik heb ook een bredere kraag gelukkig dit keer. Herstellen. En vervolgens hou je de knoop vast, trek je hem nog een klein beetje aan. Zorg ervoor dat je de knoop krijgt zoals dat je hem wilt hebben. Recht voor je. En hiermee hebben we de rose knoop volbracht. Nou, heel erg benieuwd wat jullie van deze vinden. Dit lijkt een beetje vreubelen met een das, maar het is, je moet er heel even voor gaan zitten. En je hebt hem binnen 3 minuten heb je hem eigenlijk gemaakt. En het geeft in één keer een ander aanzicht. Maak er mooi van. Laat het me weten. En deel de foto's met me.